Voor kleding, winkels of evenementen. Het is een verdienmodel. En de mensen die het doen, de influencers, die moeten daar vanaf nu duidelijk over communiceren. En dat moet met een van deze hashtags: reclame, advertentie, publiciteit of gesponsord. Nog even voor de duidelijkheid. Een influencer is volgens Van Dalen iemand die bijvoorbeeld via sociale media invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep. En dus zijn ze aantrekkelijk voor bedrijven, want veel volgers is veel publiek en dus veel potentiële klanten. In ruil krijgen influencers geld, maar evengoed gratis spullen of tickets voor evenementen. En hoeveel geld een influencer krijgt, dat hangt dan weer af van hoeveel volgers die heeft, welke doelgroep die bereikt, of je bekend bent, en ik kan er nog zo wel een paar verzinnen. Het bedrag kan gaan van ergens €250 tot €25.000 per samenwerking. Maar voor volgers is het niet altijd duidelijk of iets reclame is of niet. Zijn de mensen die ze volgen wel oprecht enthousiast over een product of dienst? Of zijn ze dat alleen maar omdat ze ervoor betaald worden? Dat wil staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva de Bleker nu anders. En daarom wordt het verplicht voor influencers om aan te geven dat het om een professionele samenwerking gaat. Hashtag advertentie. Het is ongelooflijk hoeveel jonge kinderen ook die influencers volgen. En hoe dat die beïnvloed worden door wat die influencers zeggen. Dus zij gaan helemaal op in dat leven van die influencer. Dat is een heel mooi leven en met heel vaak glitter en glamour en mooie producten. Maar natuurlijk, ja, die producten worden gepromoot. En dat beseffen heel veel van de volgers, heel vaak jonge kinderen, jongeren, niet altijd. En het is toch belangrijk dat ze zich daar bewust van zijn. Hannes Koedenies, zelf influencer en u bent ook de man achter Hooray, een PR-communicatiebureau. En ook influencerbureau. Influencerbureau ook. Is het een goede of een slechte zaak? Het is een goede zaak. Ik denk dat het goed is dat er eindelijk een beetje duidelijkheid komt en professionaliteit in die business. Want de influencer-marketingwereld is er eentje die in stijgende lijn zit. Maar was het ook nodig? Ja, zeker. Zeker. Het is een grijze zone nu. Er zijn heel veel mensen die dingen posten. En kinderen die die dingen te zien krijgen, weten vaak niet, is dit nu reclame of niet? En er is ook onderzoek die aantoont dat die kinderen zomaar dat onderscheid ook niet echt kunnen maken. Die denken dat ze reclame herkennen, maar vaak herkennen ze het helemaal niet. Omdat het soms heel subtiel gebeurt. Ja, het is subtiel. Ja, je ziet producten verschijnen en je bent op reis ergens. Je hebt die reis gekregen, maar je zegt dat niet. Of je rijdt met een fiets rond, je hebt die fiets gekregen, maar je zegt dat niet. Mensen zien jou, ze vinden jou een rolmodel. Ze zeggen, die fiets is wel cool, ik wil dezelfde fiets als mijn rolmodel. En dan blijkt dat een gesponsorde deal te zijn eigenlijk. Maar wat gaat het concreet veranderen? Daarmee bedoel ik, we zullen nu een van die vier hashtags bij posts zien. Zal het in het hoofd van de 11-jarige die dat ziet ook iets veranderen? Ik denk het wel. Het is duidelijk. Je ziet er staan advertentie. Dus je weet, deze influencer heeft er iets voor gekregen of heeft een product gratis gekregen. En ik kan u beslissen, is dit authentiek of niet? Ik zou kunnen zeggen, het zal de authenticiteit enkel maar bevorderen. Want als hij iets post en er staat niet advertentie bij, dan weet je ook, dit vindt hij echt goed. Mm-hmm. Dus veel mensen zeggen dat de authenticiteit weg zou gaan, maar ik denk dat het eerder niet het geval zal zijn. Ja. We hebben met een aantal influencers gepraat ook vandaag. Ja. Wat ons opviel was dat heel veel jouw mening delen. Ja. We zijn voor. We hebben er ook gevonden die een paar kanttekeningen plaatsen, zoals Yannick Merks, die een reisinfluencer is. Op zich vind ik het een goede zaak dat influencers eerlijk moeten zijn tegen hun volgers. Al heb ik een beetje bang dat de authenticiteit van mijn verhaal online verdwijnt. Zeker met reizen, waar het vaak gaat om persoonlijke belevenissen. Ja, om dan daar in het groot advertentie over te zetten. Goh, ja, dan heb ik toch bang dat bepaalde mensen gaan wegswipen. Het is natuurlijk heel erg vanuit zijn eigen beleving. Hij is bang dat hij volgers gaat verliezen. Ja. De vraag is, hoe authentiek is het als je ervoor betaald wordt? Klopt, maar ik denk, mensen zijn tegenwoordig echt wel gewoon aan reclame. Op televisie wordt er ook heel veel reclame getoond. Mensen weten wat het is en het is niet omdat het reclame is dat het niet meer echt is. Als je ziet dat hij veel plezier heeft in Spanje of waar dat hij ook zit, dan geloof je ook echt wel. Je kent hem. Ik denk dat het echt een goede zaak is dat het erbij staat. Maar gaan influencers mensen ook verliezen? Sowieso. Dat is niet erg. Ja, dat is niet erg. Nee. Dat is een beetje zoals op televisie, als je reclame ziet. Je gaat ook soms eens wegstappen. Als je die persoon tof vindt, dan kom je terug. En je moet ook... Ik denk dat veel mensen ook wel weten dat als je influencer bent, je moet ook ergens van leven ook wel. Hè. En je moet wel deals doen om jouw leven te kunnen betalen. Dus dit is voor hen een soort van job. Hè. Maar dus influencers zullen misschien
meer moeten nadenken dan vroeger over waar ze hun naam en hun social media-account aan verlenen. Ja. Want je kan niet 5 keer per week een ander product meer gaan... Nee. Zogezegd authentiek aanbidden. Klopt, dan verlies je authenticiteit heel snel inderdaad. Dus influencers gaan meer gaan nadenken, maar meer nog, ook de sector zal meer gaan moeten betalen. Want ze gaan er 2 keer over nadenken wat ze nog gaan doen en ze gaan hun vel wat duurder verkopen. Ja, want wat betekent het inderdaad voor de adverteerder, voor die advertentiemarkt? Ik zeg het, nu is het echt nog een grijze zone. Wij zien heel veel briefings passeren waar er dan niet in staat dat je er advertentie moet bijzetten. Andere briefings dan weer wel. Die adverteerders gaan zich moeten aanpassen aan de regels, want zij zijn ook verantwoordelijk om de goede briefing te geven. En zij gaan dat jammer vinden, want de influencerwereld was tot nu toe het Wilde Westen. Hè. Daar kon je nog ongemerkt heel goed reclame maken en veel mensen bereiken. En nu wordt dat allemaal veel transparanter. Is het... influencer marketing en authentieke verhalen, dat scoort. Authenticiteit zit overal en lees je in alle handboeken tegenwoordig. Maar is dit ook het begin van het einde van die authentieke influencer marketing? Zeker niet. Influencer marketing is iets wat zal blijven bestaan. Generatie Z is heel moeilijk te bereiken. Ze kijken niet meer zomaar televisie, ze kijken ook Netflix, ze kijken YouTube, ze kijken TikTok. Ze zitten overal. En als adverteerder moet je echt gaan zoeken waar kan ik ze overal gaan bereiken. En adverteren op die social networks is vaak wordt heel storend aanzien. En dan kom je al snel terecht bij influencers die iets kunnen vertellen op een geloofwaardige manier. Dus het wordt properder en de spelregels zijn nu duidelijk voor iedereen? Het wordt professioneler en er zal ook meer geld mee gemoeid worden. Oké, ga jij meer beter nadenken over waar je je naam aan verleent? Ik doe dat sowieso al. En dit zal het nu nog gewoon een stapje erger maken, inderdaad. Erger of beter maken? Beter, voilà. Beter maken. Ja. Hannes Koudenies, dank je wel. Alsjeblieft.